En ook donderdag waren er weer op diverse plekken bermbrandjes. Deze beelden zijn gemaakt bij knooppunt Het Vonderen voor de A73 Overgijde op de A2. Blijkbaar zijn er nog altijd automobilisten die de brandende sigaret in de berm gooien. Dat is de meis aannemelijke rijen dat hij in een brand doet breken. Het is niet het ernstigste probleem van de warmte deze donderdag. Het RIVM waarschuwt dat er smog kan voorkomen. Blijf in ieder geval voldoende drinken en let erbij. In Limburg werden het donderdag zo'n 35 graden op sommige plaatsen. En dat is uitzonderlijk. Sinds 1901 is het pas 2 keer in juni gebeurd dat het zo warm werd. Op veel scholen was dan ook een tropenrooster actief. Kinderen mochten eerder naar huis. Nog zo'n mooie term, een tropennacht. Op het moment dat het s'nachts niet onder de 20 graden wordt, dan is er sprake van. In het weekend dan is het echter afgelopen met de warmte. Dan gaan de temperaturen weer omleeg.